Twee jaar geleden maakten ze voor het eerst een track samen. Deze verscheen meteen op de mixtape van Rots. Sinds kort hebben Proces Verbaal en Sneaky officieel de handen ineengeslagen. De 23-jarige Ouddorper en de 26-jarige Rotterdammer dropten al een clip en willen later dit jaar samen een album uitbrengen genaamd Broodje Ongezond. Sneaky was vooral eerst bekend als beatmaker en producer. Ja, die eerste track ging vrij vlot, weet je. Ik kwam hier binnen en Sneaky pompte een beat en ik zei, ah, laten we even wat beats checken en zo. En ik denk na een half uur hadden we een beat uitgekozen. En toen hebben we denk ik nog een uurtje nodig gehad om een track te schrijven, te tapen en te mixen, weet je. Dat is gebeurd in de tijd toen Hyves nog dope was, weet je. En kwam hij mij tegen op Hyves. Ja, maar weet je wat het grappige nog daarvan was? Dat ik jou gewoon had geconnect, zeg maar. Eerst was je nog best wel terughoudend. Pas toen ik ermee kwam met die beat tape, toen had je zoiets van, hé, we gaan ophoeken, weet je. Dat vond ik wel dope, weet je. Ja, toen hadden we die eerste track gemaakt. Ik heb ervoor gekozen om toch als rapper naar buiten te komen, omdat ik heb gemerkt, zeg maar, ik maak nu zo'n 8 jaar beats, dat ik niet alles kan vertellen met beats. De beats die ik maak, probeer ik, zeg maar, op gevoel te maken. Maar met beats kan je niet echt, zeg maar, een boodschap geven aan de mensen. Ja, toch? Sneaky is MC nou. Nee, ik ben geen rapper, nooit. Ik zal altijd een producer blijven, maar ik vertel gewoon mijn verhaal, zeg maar. Zo zie ik het gewoon echt. Dus daarom drop ik ook zoveel beat tapes en dat soort dingen. Het is wel echt zo van, ik zal mezelf nooit ook echt als rapper zien. Proces Verbaal maakt een broodje ongezond. Een eigen broodje af, maar een broodje ongezond. Bij Sneaky maakt een broodje ongezond. Een eigen broodje af, maar een broodje ongezond. Waarom broodje ongezond? Ja. Ja, het is eigenlijk. Het is Sneaky en Proces Verbaal. En het is zo'n lange titel, weet je. Wij hadden gewoon zoiets van. Nou, we moeten gewoon een naam die je gewoon makkelijk kan onthouden, toch? Dat was eigenlijk random. Eigenlijk kwam Sneaky in één keer met een lijst met 200 namen. En hij was echt creatief geweest weekendje. En toen hebben we er gewoon één uitgekozen en dat is deze geworden, weet je. Bij alles wat ik drop, zeuren mensen aan mijn kop. Ik scot ze allemaal voor mijn eigen weg naar Rome toch. Zoek mijn richting op, maar ga never met die kudde mee. Ga er tegenin, net als Moos en de Rode Zee. We laten gewoon mensen gewoon zien van dit is hoe wij denken en hoe wij gewoon het leven ervaren, zeg maar. Gewoon op elk, gewoon, ja, gewoon hoe we alles zien. Ja, yeah. Dit is Sneaky en Proces, te ziekelijk op een track in principe. Nog zieker dan types wanneer ik rap, dit is meer dan die kiddo's. Gewonnen als een flippo, doe die shit beter, dus kereltje zeg ik bingo. Maar soms loopt het kut, yup, voel me daar op bed, fuck het, dan leef ik als Donald Duck. Naast muziek is het gewoon werken, naar school gaan en beat'em up.net bijhouden. Daar blog ik producers. En, we kunnen wel even kijken, zit bij Hiphophuis in de stad. Soms is het lastig, lastig op je benen blijven staan. Lastig om te weten dat het even in me gaat. Dat je weet dat je faalt, dat je weet wat... Moest die clippen gaan, maar hard hè? Clip. Die clip? Die clip, ja. Ja, op zich wel, dat is eigenlijk de reden waarom we hier zijn. Ja, klaar maar man, dope, dope. We zijn nu bij het kantoor van Beat'em Up in Hiphophuis in Rotterdam. Zelf beheer ik beat'em up.net, blog ik andere producers, zeg maar. En bij deze boys Beat'em Up, die bouwen dus beats, organiseren beat battles en doen gewoon van alles met beats, workshops tot alles wat je kan bedenken. Dat is gewoon het grootste platform van beats in Nederland. Voor de rest ben ik bezig met beatbakkers, dat zijn de beattapes. Doe ik als collabos met andere producers. En los van beats produceren voor artiesten gaan we ook gewoon samen gewoon het album maken, Broodje Ongezond. Ja, en wie weet doen we gewoon een release party erbij als het mogelijk is. We zien wel hoe het loopt. Sowieso. Als die shit, als veel mensen checken, gaan we gewoon een vette party geven. Ja man, dat doen we gewoon. Ja toch? Hai. Dope. Dat doen we sowieso. Ja man.